vergeten. Niet dat ik aan het opnemen ben. Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. En vandaag ben ik hier met de tweede video op de server. Jullie kunnen altijd op de server komen. Het linkje staat hieronder in de beschrijving. Of het IP-adres staat hieronder in de beschrijving. En we zijn hier met een paar mensen die altijd al heel vroeg op de server zijn. Dus ik dacht van, ik ga jullie een keertje laten zien. Kijk, dus als jullie de video kijkt, jullie zijn in de video terechtgekomen. Hey, kijk eens aan. Nou, ik ga eens een keertje terug naar mijn eiland gaan. Want ik ben vandaag van plan om een beetje te gaan de farming te gaan doen. En weet ik veel nog wat. Dus dat gaan we een keertje gaan doen. Dus ik ga eventjes naar mijn eiland. Wop. Hoppadop. En als eerste heb ik een beetje gefuckt. Ja, ik had mijn hele farm tot hierboven gemaakt. En ik heb ze terug afgebroken. Want op sommige van aanraden hadden tegen mij gezegd: Jens, maak je farm wat anders. Want ze staat niet zo heel goed. Dus ik dacht van, oké, we doen dat. En ik heb, ja, echt waar. Kijk naar mijn geld. Waarom? Waarom heb ik zoveel? In hemelsnaam, ik heb 106.813.157 euro. Mensen doneren mij telkens geld. Het hoeft niet, maar heel veel bedankt. Maar ja, ik heb deze toren. Ik ben normaal niet iemand die dat graag doet, zo torens bouwen. Ik ga ze ook wegnemen binnenkort. Maar kijk eens aan, ik ben dus van plan om de farm een klein beetje te gaan vergroten. En misschien eens een keertje naar de paar mensen die online zijn, eens een keertje langs te gaan. Om daar een beetje te gaan kijken wat zij aan het doen zijn. Maar wat ik dus van plan ben, is om deze farm wat te gaan uitbreiden. Want je hebt van die challenges, die staan wel vrij goedkoop. Je krijgt niet heel veel spullen ervan. Dat gaan we nog aanpassen, want je weet het misschien, of je weet het niet, de server staat nog altijd in soft opening. En dat betekent dus dat we nog steeds veranderingen aan het doen zijn. En best veel. Er is de laatste tijd heel veel aan het veranderen. En daarom dat het nog in soft opening staat. Maar wat ik van plan ben, is dus om de farm te gaan uitbreiden. En binnenkort gaan we met een hoop spawners ook een heel hoop andere dingen gaan doen. Maar ondertussen is mijn slaaf, wat is er gaande met de server? Oké, die werkt weer. Ik weet niet wat er was. Ja, ik denk met de reload. Oh ja, de server is een kleine crash gemaakt deze nacht. Oepsie. Maar wat ik dus wil gaan doen, is eigenlijk de farm gaan uitbreiden. Misschien de cactusfarm eventjes afmerken. Afwerken, zodat ik daar al dat en eigenlijk al klaar heb. Dus die cactussen, ik heb zand en ik heb... Ja, dat is zo vervelend, hè. Waarom heb ik zoveel in mijn inventaris zitten? Look at that. I've got a lot of monies. Oh. Kijk daar, we hebben Daan. Hallo, hey Daan. Welkom in de video. Ook al weet je niet dat ik een video aan het opnemen ben. Ja, dus de cactusfarm, ik had deze afgemaakt in de vorige video. En auw! En toen dacht ik bij mijn eigen, ik moet het design helemaal gaan aanpassen. Het trekt helemaal op niks, de design. En het trok gewoon op niet veel. En het duurde ook veel te lang om te bouwen, om een of andere reden. Ik snap niet waarom. Maar, dus ik wil dit gaan doen. Ik wil ook de andere farms gaan doen. En bij de challenges wil ik eens een keertje gaan kijken. God verbied het vloeken, leer toch typie jij. Dat ik een paar... Oh ja, de mushroom farm. Inderdaad, daar ga ik zelfs direct aan gaan beginnen, zodat we die al klaar hebben. Dus, ik ga hier nog een tikkeltje... Verdomme. Oh, wacht, ik heb hier een toren gemaakt. Maar, dat kan ik misschien wel gebruiken. Hoe hoog moet ik weer bouwen? Au. Tot hier, denk ik, volgens mij. Ja, dat deed pijn, jij cactus. Waarom doe je zoveel pijn? Doek, ik val. Maar ja, dus dat ben ik dus van plan. Dus we gaan hier eventjes een wat de... Ik ben... Oh, ik ben bekant dood, ja. Het is gewoon zo fantastisch chic om te zien dat... Ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik ga heel eerlijk zijn, ik had niet verwacht dat er toch nog altijd zo vrij veel mensen online zijn. Iedere avond probeer ik online te komen. En dan zie ik in één keer hoeveel volk dat er toch nog altijd online is. Dat is gewoon zo gaaf om te zien eigenlijk dat zoveel mensen daar nog mee bezig zijn. Ondertussen kreeg ik een berichtje van iemand. Waarom kan je niks in je linkerhand doen? Huh? Dat is geen idee van eigenlijk. 3 geldglitches. Oh jee. Abonneer allemaal op Jensen 1996. Ja, doe dat. Oh, ik... En like, love naar Jens. Dank jullie. Dat hoeft echt niet te horen, zeg. Maar jullie, de community is gewoon rondom heel fijn. En ik heb een fantastische Discord-staf die ondertussen de server deels hebben overgenomen. Om alles te updaten en weet ik veel nog wat. Ik kan niet zonder hun, ik zal het zo zeggen. Dus echt waar, extremer bedankt. Ook gewoon de gewone staf. Dus het is gewoon fijn om te weten hoeveel mensen dat er, ja, meehelpen aan de server. En hoeveel mensen ook gewoon op de server spelen. Dus oké, we gaan dit afwerken en dan ben ik bij jullie terug. Tada! De cactusfarm is klaar. Niet klaar. Ik ga hem dan natuurlijk nog in de hoogte bouwen. Misschien wat groter maken, maar we zullen wel zien. En natuurlijk rondom bouwen. Maar dat gaan we eventjes laten. Want ik heb het in de vorige video, was ik er ook al mee bezig. En ja, dus ik dacht van, ik ga dat... Waarom heb ik mijn foto? Heb ik mijn pickaxe? Waar is mijn... Oh, hier is die.
kan wel wat eens. Oké, hierachter wil ik eventjes een dingesfarmpje gaan maken. Een farm voor de mushrooms, want dat is ook wat we nodig hebben. Ik heb maar één mushroom van elk normaal gezien. Daar zijn ze allebei, dus deze en deze. En die wil ik namelijk gaan bouwen en gaan neerzetten. Nu, zoals je misschien daar juist zag, ik moet mijn inventaris, sorry. Oh, normaal ben ik iemand die alles ordent, hè. Maar vandaag lukt het precies niet. Wat is dat hier, joh? Maar wat ik eigenlijk wou zeggen was, als je iemand van de vroege vogels bent, weet je hoe... Jezus Maria. Bedankt, joh. Dat hoeft echt niet, hoor. Hey, amai. Ik heb er al een paar. Jezus. Maar ja, hetgeen wat als je iemand van de vroege vogels bent op de server, dan kan je zelfs van mij soms dingetjes krijgen. Dus ben jij vroeg op de server, dus in de ochtend, en ik ben met een opname bezig of weet ik veel nog wat, dan heb je kans dat je van mij soms dingetjes... Nee, stop met geld te geven. Oh, wauw. Ja, yeah, oké. Okay. Maar ja, dus ik vind het... Oh, zeg. Jongens, zeg. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, als je iemand van de vroege vogels bent op de server, dan kan je zelfs van mij ja, iets winnen. En met winnen bedoel ik een key. Allee, die krijg je meestal. Dit is niet echt winnen. Maar je kan dan een key krijgen van mij. En dan kan je met die key zelfs een rang kunnen winnen. Dat heeft iemand zelfs vandaag gehad. Dus ja... Kijk eens aan. Maar ja, ik ben hier dus nu een platformpje aan het maken. En dit platformpje ga ik gaan gebruiken voor de dingesfarm. De mushroomfarm. Ze hebben... ik denk dat ik het ietsjes breder moet maken, want groot, de lengte is zeker. Dus ik moet dat een beetje gaan bekijken. Maar ja, dus ik ga een dingesfarmpje maken. En die farm gaan we natuurlijk gaan gebruiken. Mushrooms te maken. Naam van een mushroom kwijt. Hoor de kijkers van Jens, speel allemaal mee op play.tbgsummer.be. Inderdaad. Dat klopt. Daar kan je op spelen. Er was iemand die glitches heeft gevonden. Ik ga jullie zeggen, de regels zijn opgesteld van de server. En als je glitches blijft, of je geeft geen glitches aan, zal ik het zo zeggen. Nou, dan moet ik eventjes kijken. Oh, damn, ik heb die hoog gezet. Dat is een permanente ban. Oeps. Jens 96, als je fit maakt, zeg in je fit. Hey, Pro Kilara 25. Hey. Ik heb het gezegd. Nou, ik was eventjes aan het kijken door onze regels. En exploiting is niet toegelaten. Dus voor degene die het toen is. Ja. Yeah. Ik heb een deur nodig. Ik heb een deur nodig. Ik heb een deur. Zou ik eigenlijk een deur gebruiken voor die farm? Nee. Het is vervelend. Ik heb alleen maar 63 cobblestone. Omdat mijn cobblestone generator verkoopt alles. En ik heb alleen maar slabs hier. Maar wacht. Slash shop. Ja, nee, deze moet eigenlijk ook wel. Slash shop. Wat blokken. Cobblestone. 64. Ik wil er nog meer. Geef maar 5 stacks. Hoppa. 5 stacks. Gewoon omdat ik het kan. Nee. Hoe hoog groeien die dingen weer? Dat is eigenlijk wel waar. Hoe hoog groeien die? Die moeten toch een hoogte van hier? Dat is misschien te hoog. Die moeten volgens mij wel iets breder. Ja, ik ben mijn fences vergeten. Oké. Okay. Mijn cactusfarm is fout gemaakt. Leven, video editing en tada, het is klaar. 10 minuten verder of zo. Oké, wat ik nodig heb zijn natuurlijk mijn paddo's. Paddo's, paddo. Ze hebben trouwens opgemerkt dat mijn cactusfarm een beetje naar de knoppen was. Upsie. Ja, ik heb lang niet meer dinges gespeeld, dus hier zo eentje. Hier zo eentje. En dat zou normaal moeten groeien. Nu, heeft het eigenlijk nut om daar een... Nee, bam. Nee, dicht. Nou, iemand zei... Jens, je cactusfarm treedt op geen kloppen. Dat klopt ook. Merci voor de fences trouwens. Ah, hoe loom ben ik eigenlijk om dat even gewoon totaal te vergeten erin te zetten. Kitaai. Jebbie. Een mens kan soms... Ja. Altijd leuk als je mensen op de server hebt die tenminste iets van Skyblock... Ah, de pijn! Van Skyblock kennen. Oh, hoe loom ben ik. Oh, nice. Oh, ik vind het gewoon grappig. Merci daarvoor, mannen. Ze zeggen in de chat, ga me Jens pranken door zijn kist vol te gooien met cactussen. Haal er wat uit en steek ze Jens zijn kist. Ik kan de chat niet lezen. Dat is eigenlijk uit veiligheidsreden. Niet dat mensen gaan denken van, oh, ik ben Jens. Je bent de owner en je leest gewoon alle berichten. Nee, dat is uit veiligheid voordat moest er ooit iemand beginnen de ruzie te maken. En ze doen het allemaal in MSG. Daarvoor is dat. Even om duidelijk te maken. Niet dat je schrik moet hebben van, ja, maar we mogen niet meer in MSG praten. Ja, maar... Ik weet dat jullie het hebben gedaan, hoor. Oh, jullie. Jens, als je een keer geld nodig hebt, roep je maar.
is goed, maar ik heb... Jullie geven mij constant, dat hoeft niet door iedereen zit hier te kijken. Welkom in de video allemaal. Welkom in de video. Minions. Shop zeker? Of store? Ik vergeet dat altijd. Minions store zit. Ik heb een seller minion nodig. Huppa. We gaan... Tada, seller minion. Nee. En dan kan die dingen gaan verkopen. En dan zijn mensen hier allemaal aan doneren. Dat hoeft allemaal niet, maar oké. Oh ja, natuurlijk. Geer is voor jou, groetjes Prokela. Ik kan hem nog dit spreken. Sorry, Prokela 25. Merci, jong. Ik ben... Het geen is. Ik heb al Geer in mijn vault zitten. Oh. Ja, ik heb al daar genoeg in zitten van... Ja, kan gebeuren. Soms ben je met een video bezig en heb je zoiets van... Oh, oké, we gaan nog vlug wat verschillende farms maken. En dan raak je niet zo ver. Maar, ik ben een keertje aangekomen bij Sub-Zero. Dat is zijn bijnaam volgens mij hier op de server. En kijk eens aan wat die hebben gemaakt. Joh. Ik wil ook al gewoon een keertje hun eilanden laten zien. Het lijkt me wel eens fijn om eens een keertje naar hun eiland te gaan. Dus kijk eens aan. Ik weet dat ze in een kasteel bezig zijn. Maar mijn hemel, wauw. Dat is wel echt een groot kasteel waar ze mee bezig zijn. Ja, en de Nether staat op dit moment ook nog uit. Maar we gaan kijken om deze op te zetten. Damn, wat een hennige cactusvorm, joh. Wauw. Dit is echt wel chic om te zien dat je zo'n kasteel kunt maken. En wauw, oh, de border. Ik sta tegen de border. Ik wil naar onder. Maar ja, ik ga eens een keertje hieronder kijken. Want normaal gezien is hieronder ook nog een heel eiland. Of een heel stuk. Oh, dammit. Ik zit in zijn spawner. Hier zijn we dan. Kijk eens aan. Wauw. Wat is dat? Hallo allemaal en welkom bij de Belgium Games. Inderdaad. Wauw. Kijk dit allemaal. Van wat je mensen toch allemaal bouwen. Allemaal. Oké, ik ben impressed. Damn, al die spawners en allemaal automatische farming gedoe. Wauw. Ik ga het even laten. De server is eventjes een technisch probleempje. Kan gebeuren met de soft opening. Ik hoop dat jullie het een fijne video vonden. Ik ga het hier dan bij gaan laten. Ik hoop dat jullie het een fijne video vonden. Geef even een duimpje mocht je doen. Ga ook een keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker, want als niet dat... belicoontje een keertje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie. Wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij een volgende video. Doei!